Raymond Mens heeft recentelijk een diepgaand interview bij Insight gegeven... waarin hij openhartig sprak over zijn worstelingen met hypochondrie. Deze aandoening werpt vaak een schaduw over zijn dagelijks leven... waarin hij soms verstrikt raakt in gedachten over mogelijke gezondheidsproblemen. Het recente gesprek met Diewertje Blok over haar aanstaande neusamputatie... heeft hem diep geraakt en bracht zijn eigen angsten weer naar de voorgrond. In een informele babbel met collega Wilfred Gené in de wandelgangen van de studio... Werd Raymond gevraagd of het eigenlijk wel leuk is om Raymond mens te zijn? Met een zekere terughoudendheid antwoordde hij bevestigend, maar het was duidelijk dat zijn hypochondrie een aanzienlijke tol eist van zijn gemoedsrust en dagelijkse welzijn. Ja, het is best leuk, ja, antwoordde Raymond, maar hij erkende de uitdagingen die zijn hypochondrie met zich meebrengt. Hij lijkt echter te denken dat dit soort zorgen universeel zijn. Het is wel waar, ja, maar ik denk altijd, zo heeft iedereen dat. Ik weet ook niet wat jij denkt als je S. nachts of S. avonds in je bed ligt, maar dan maak je je ook misschien over dingen zorgen, merkte hij op, in een poging zijn innerlijke strijd te relativeren. Toch is zijn hypochondrie voor Raymond een constante metgezel die soms zelfs zijn gedachten en handelingen domineert. Hij deelde een voorbeeld waarin hij dagenlang aan zijn neus voelde nadat Diwertje Blok haar nieuws had gedeeld. Ja, dan denk ik wel, nu ben ik aan de beurt, ja, bekende hij. Het lijkt erop dat het nieuws van anderen over gezondheidsproblemen een trigger kan zijn voor zijn eigen angsten en obsessies. Het is duidelijk dat Raymond Mens, ondanks zijn publieke persona en zijn succesvolle carrière, innerlijke strijd voert tegen zijn hypochondrie. Zijn openhartigheid hierover in interviews toont zijn moed en kwetsbaarheid, en hopelijk kan het anderen inspireren die soortgelijke uitdagingen doormaken.